Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Dames, wij besturen een hele fijne wedstrijd met mooie winkels vanmiddag. Oké, weer de bekende lange bal van Roald de Vries, maar volkomen mislukt. Zijn kopbal is beter. Joran van Santen. Dennis Hollard. Moro wel terug. En Moro is terug. Frank van den Burg. Kijk, Frank dat is typisch Frank van den Burg. Heerlijk. Gaat altijd door. Osturk. Bijna. Christian van Hussen. Dennis Hollard. Sofian Moro. Benjamin Roemion. Kijk, Christian wordt pilot. Er is één. Wat opgelet, zeg. Schreter en scherp. Mooi doelpunt. Aanval leek te smoren. Maar Oliver Pilon geloofde daarin. Kan zo een DVS op een 1-0 voorsprong zetten hier in Ermelo na een kwartier voetballen. Let hij daar goed op. De ballen worden voorin niet vastgehouden. Zodat Dovo steeds weer terug kan. De organisatie moet misschien wel even wat. Deze fase is echt wel voor Dovo. Voorzet. Kijk eens, leeft weer een. Hey, die is de bal kwijt. Goed makkelijk gegeven vrije trap. Nee, het wordt. Moeilijk om te zien voor Paul Epping. Komt die bal daar? Maar nee. Kansloos. Oh, dat was een mooi balletje geweest als die. Maar de aanval loopt door. Sofian Moro mag het voor de tweede keer gaan doen. Gaat schieten. Mooi schot op die goal. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? 30 meter. Ja, 32 32 meter 60. En gericht in het doekje. En de keeper zat er ook goed bij. Maar die zit hem van een end aankomen. Technisch knap geschoten. Kijk, staat iedereen al Sofian uit de positie. Moro. Dan kan het gevaarlijk worden. Nu Benjamin Roemion. Oliver Pilon, wat een prachtige bal. Oh, dit wordt een mooie aanval. Christian van Hussen laat hem. Ja, maar die gaat Christian schieten. Christian van Hussen. Kan daar Pilon. Net niet Olivier Pilon bereiken. Zonde, die aanval. Ja, prachtige aanval. Ja, die 1-2, vooral die 1-2 met Roemion en Pilon. Roald de Vries. Sofian Moro niet bereikt. Van Hussen loopt hij verder. Gaat Benjamin Roemion. Gaat Oliver Pilon 1-1 komen met de keeper. En die schiet naast. De kans op 2-0. Laat Oliver Pilon niet liggen. Maar Roald de Vries die de bal even vergeet. Nu Van Hussen. Oktay Osturk. Recht in de handen van keeper Tim van de Weerthof. Zoals u hoort wellicht El Koulati. En nu... Ja, Roemion! Hij zit erin! Het is een eigen doelpunt! Wat een ongelukkig moment van Ralf Hovenstad. Natuurlijk was Olivier Pilon er ook bij in de buurt. Maar Hovenstad moet ongetwijfeld gedacht hebben. Olivier, het hoeft helemaal niet. Ik schuif hem er wel in. Nee, dat is natuurlijk nooit zijn bedoeling. Maar ongelukkig moment natuurlijk voor Hovenstad. Schokt nu eigenlijk een beetje te veel op bevliegingen van Benjamin en Olivier Pilon. En het combinatiespel komt er niet helemaal uit. Volledig vrij kan daar Bakkenes de bal aannemen in het strafschopgebied. Het is dat Dennis Hollard erbij staat. Het blijft op de schot hoor. Op de vuisten van Paul Epping. Ruimte.
Kijk, dat is goed. Dat is goed gevoetbald. Pas op voor buitenspel. Nu. Oliver Pilon. Boom. Daar komt hij. Nee. Oh, jammer. Vizier niet helemaal op scherp vandaag. Nee, niet helemaal. Dat is de tweede kans die net naast de goal gaat. Maar actie vooraf was goed. Geen buitenspel. Roald de Vries. Nu ook weer lang wachten. Roald de Vries. Nu wel een goede beweging hoor. En mooi meegegeven. Christian van Hussen. Van Hussen. Met het schot. Ja! Hartstikke idee. Christian van Hussen. Nu niet hè. Hey, hij heeft geluisterd. Hij werd boos op ons. Zo van even nog één mannetje passeren. En nu schiet ik hem er gewoon in. Binnenkant paal. Fantastische goal. Geniaal moment van Roald de Vries hè. Prachtige paas. Ik vind het heerlijk, zo'n lentejasje. Heerlijk. Ik word altijd warm van DVS. Zo'n frisse lentebries. Hè? Let op. Oh, kijk. Ja, dat is hem. Leon Tonen. Oh, wat is die daar goed in. Gewoon, eerlijk gezegd, verdient Dovo wel een doelpunt. Absoluut. 1-3. Helaas geen clean sheet voor de keeper van DVS. Ja, ik was mijn verhaal aan het houden terwijl... we moeten opletten dat we niet door elkaar heen praten. Maar we zijn allebei enthousiaste commentatoren. Ik had het over het verhaal van Leon Tonen terwijl Patrick er vandoor gaat. Gaat hij 16 meter binnen. En er moet niet de 2-0 komen. Dit is een redding van Paul Epic op zijn knieën. Maar hier komt DVS heel goed weg. Want anders is daar gewoon die laatste 10 minuten heel erg lastig aan het worden. Publiek verlaat inmiddels al in een redelijke getale het stadion. Het zou niet lang meer duren voordat de scheidsrechter afluit. En dat hij heeft nu naar me geluisterd. Bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd. DVS 33 tegen Dovo. Eindstand 3-1. En volgende keer zijn we er graag weer voor u bij. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen. De businessclub van DVS 33 Ermelo. En de Club van 100.